Een tijdje geleden heb ik een filmpje gemaakt. Hoe verwijder ik de surfhistoriek van Safari op mijn iPhone? Hier de link die nu rechtsboven verschijnt. Nu krijg ik geregeld de vraag, waar is mijn wisknop? Waarom staat wisgeschiedenis en website data in het grijs? In dit filmpje leg ik je uit hoe je dat kan oplossen. Blijf kijken. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. We gaan eraan beginnen. Je gaat naar instellingen, dan scroll je naar schermtijd, vervolgens scroll je naar beperkingen, je selecteert beperkingen voor materiaal en nu zie je dat webmateriaal op alleen toegestane websites staat. Dit moet je wijzigen. Je selecteert het. En nu wijzig je de selectie naar onbeperkte toegang. Je gaat uit instellingen en je gaat naar Safari. Scroll naar omhoog en je ziet wisgeschiedenis en website data staat actief in het blauw. We gaan ook Safari eens openen. Je selecteert het boekje onderaan. Dan selecteer je het klokje rechtsboven. En je ziet de wisknop is ook terug. Probeer het zelf ook maar eens. Succes! Abonneren, delen en reageren!